De Rijnlandroute is een enorm infrastructureel project om de bereikbaarheid hier in de regio Leiden te verbeteren. Nou, die werkzaamheden gaan dag en nacht door en wij geven je in dit programma een kijkje achter de schermen. De Rijnlandroute bestaat uit drie delen. De Tjalmaweg bij Valkenburg wordt verbreed en deels verdiept aangelegd. Er komen twee nieuwe ongelijkvloerse aansluitingen. Naast de Torenvlietbrug komt een tweede nieuwe brug. Ook het fietspad wordt aangepast en is straks onderdeel van de snelfietsroute tussen Leiden en Katwijk. Tussen de A4 en de A44 komt een nieuwe weg, de N434. Deze weg bestaat uit een bijna 2,5 kilometer lange tunnel onder Voorschoten en een verdiepte ligging van ongeveer 1,5 kilometer. De twee tunnelbuizen liggen op zo'n 35 meter diepte en hebben een diameter van maar liefst 11 meter. Voor de aanleg van de nieuwe N434 worden ook delen van de A44 en A4 aangepast en verbreed. En er komen twee nieuwe knooppunten bij. Ook de aansluiting Leiden-West verandert fors. De Europaweg in Leiden wordt ook verbreed. De Lammebrug wordt vervangen door een bredere en hogere brug. En het Lammeschansplein wordt opnieuw ingericht, net als de fietspaden. Straks zie je hoe midden in de nacht de nieuwe A44 wordt aangelegd. Maar we beginnen vandaag hier aan de Europaweg in Leiden. Die gaat dus volledig op de schop, maar voordat het zover is, gebeurt er eerst nog heel veel onder de grond. De Europaweg tussen de A4 en het Lammeschansplein wordt verbreed van 2x1 naar 2x2 rijstroken. En ook het Lammeschansplein wordt, zoals je kon zien, volledig opnieuw ingericht. Maar voordat de bouwwerkzaamheden kunnen beginnen, moeten eerst alle kabels en leidingen die hier onder de grond liggen worden verplaatst. En dat zijn er veel. In dit kleine gebied lopen er meer dan 400 en om die allemaal een nieuwe route onder de grond te geven, vinden er op dit moment meerdere boringen plaats. Door die boringen worden grote zwarte buizen getrokken waar de nieuwe kabels en leidingen in komen te liggen. Ritesh Mohan is de projectleider van deze werkzaamheden. Wat een ding, joh. Ja, schitterend, hè? Hè? Dit is schitterend. Dit is ja, vind je het schitterend? Ja, prachtig. Dit is een van de 10 boringen. En deze boring die is ruim 800 meter lang. Dit is de langste van, het hele, van de 10. 800 meter? 800 meter. Hij gaat vanuit hier, zeg maar, vanuit de Vlietweg, helemaal door naar de A4 toe. En langs de Europaweg? Langs de Europaweg. Onder de grond door, best wel diep. Gaan we onder de grond door en komen helemaal bij de afrit weer naar boven. Hey, en wat is best wel diep dan? Gezien vanuit de Maaiveld, dat is waar wij oplopen, het diepste punt is 27 meter ongeveer. 27 de grond meter? In, ja. Weet je wat ik trouwens nooit heb gerealiseerd? Ja. Ik zie nu zo'n ding hangen en ik denk van, als hier dan meer dan 400 verschillende leidingen zo in dit kleine gebied onder de grond, daar sta je maar niet bij stil. Nee, daar sta je vaak niet bij stil. Er liggen in dit gebied inderdaad rond de 400 kamers leidingen. En waar hebben we het dan over? Alle standaard nutsvoorzieningen die je thuis herkent. Ja. Gas, water, licht. Maar ook andere telecommers die wij allemaal niet zoveel kennen. Die van A naar B gaan. Die liggen allemaal hieronder. Die liggen allemaal hieronder. Ze gaan overal onder de weg door. Ze liggen langs de wegen. Maar we gaan hier een flinke uitbreiding tegemoet, zeg maar. Ja, het gaat helemaal op de schop natuurlijk. Precies. En om die reden komen ze dan eigenlijk dan zometeen onder de nieuwbouw te liggen. Dat willen ze niet. Dat mag niet. Je mag niet over hun eigendommen heen bouwen. Oh. Dus wat we gaan doen is... En uit veiligheid denk ik ook. Uit veiligheid. Dus wat we aan het doen zijn, zijn de kabels en leidingen om die reden verleggen naar de buitenkanten toe. En vandaar deze boringen. Dus dit is een van de 10 waar een deel van die kabelslijnen doorheen gaan. In dit kleine gebied vinden in totaal dus 10 boringen plaats. Nog nooit eerder werden in Nederland op zo'n kleine oppervlakte zoveel boringen uitgevoerd. Omdat meerdere partijen straks gebruik maken van de nieuwe buizen onder de grond, worden dit combiboringen genoemd. Maar wat is dit voor spul, joh? Dit is een kunststof. Dat, dik hard kunststof. Ja, dik hard kunststof. Een PE-leiding noemen we dat. En dat is vrij sterk. Je hebt ze in allerlei sterktes. En dit is een van de sterkste met een wanddikte van volgens mij ongeveer 5 centimeter. Oh, zo dik ja, als zo wand? Dik. Ja, omdat die best wel wat krachten op komen te staan als die ingetrokken wordt. Hey, en deze beweegt af en toe ook al, hè? Dus die gaat nu de grond in? Ja, momenteel zijn we al een aantal uren onderweg om die buis de grond in te krijgen, zodat die richting A4 naar boven komt. Een paar dagen eerder wordt bij het Lammeschansplein een buis van 173 meter lang en 71 centimeter breed onder de grond getrokken.
Omdat er niet genoeg plek is voor zo'n lange buis, ligt deze aan de andere kant van de Vliet. Twee grote kranen zorgen ervoor dat de buis over het water wordt gehesen, om vervolgens aan de overkant in een nauwkeurig berekende hoek de grond in te gaan. De buis die vandaag de grond in gaat is dus ruim 800 meter lang en bestaat uit aan elkaar gelaste delen van elk 12 meter. Per uur gaat er ongeveer 100 meter buis de grond in en de hele operatie vandaag duurt iets meer dan 8 uur. In deze grote buis komen vervolgens weer allemaal kleine buisjes, elk voor één netbeheerder. Je kunt deze grote buis dan ook zien als een soort snelweg waarop elke netbeheerder zijn eigen rijbaan heeft. Oh, hij glijdt er nu weer in. Ja, ze zijn nu weer bezig de volgende stang erdoorheen te trekken. Even terug naar van hoe het geboord is. Want hoe ziet dat eruit dan? Ja, er staat dat moet niet instorten natuurlijk. Nee, ze hebben van die kant uit geboord met een boorkop die bestuurbaar is. Dus dat ze bijna exact kunnen uitrekenen waar ze naar boven moeten komen. En van daaruit ruimen ze het gat. En tijdens het ruimen vullen ze het gat meteen met een soort betonietmengsel. Dat is wat je hier voor je ziet. Een soort dunsmentachtig. Dunsmentachtig, waardoor het gat niet invalt. Instort. En dat is meteen ook een smeermiddel om de buis naar de doorheen andere te laten glijden. De buis wordt vanaf de andere kant van de Europaweg bij de A4 onder de grond doorgetrokken. Omdat je een buis van 800 meter toch ergens kwijt moet, is deze in het water van de Vliet langs de kant gelegd. Als hier het eind van de buis te zien is, betekent het dat het begin van de buis boven moet komen aan de andere kant van de boring, ruim 800 meter verderop bij de A4. Hey, daar stonden we net bij die hoge toren. Ja. Daar is hij de grond in gegaan. Hij is nu onderweg hier naartoe. Hij komt zo boven, denk ja, ik. Ja, klopt. Wat ik me dan afvraag, wie betaalt dit eigenlijk? Want het is hartstikke kostbaar om dit te doen. Ja, klopt. Hele goede vraag. Wie dit betaalt? Een deel de netbeheerder zelf en een klein deel of een deel de provincie. Na de zomervakantie starten de netbeheerders zeg maar om al hun leidingen en kabels door de buizen heen te trekken en aan te sluiten. En als dat klaar is en dat ligt en dat is afgesloten, dan gaan jullie aan de zijkant van die buizen gaan jullie bouwen en kunnen jullie het traject opnieuw gaan doen. Dan beginnen doen. De echte civiele werkzaamheden ten behoeve van het project. En na ruim 8 uur met deze machine aan de buis te hebben getrokken, is het zover. De buis komt boven en er is met deze derde van de 10 boringen weer een stap gezet om deze toekomstige bouwlocatie vrij te maken van kabels en leidingen. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. 800 meter. 800 meter. Ongelooflijk, hè? Ja, ben je nu blij? Nou, ik ben zeker blij. Het is natuurlijk een proces van waar we al heel lang mee bezig zijn. Hoe lang? Al 3 jaar geleden zijn we begonnen met... 3 jaar? Ja, we zijn al 3 jaar bezig met het inventariseren van wat er allemaal ligt. En met de gesprekken met alle netbeheerders. En om te kijken naar alle technische oplossingen met elkaar. Wie wil wat? Wie heeft wat nodig? Exact. Waar kun je boren? Precies. En wat moet je allemaal regelen om dat voor elkaar te krijgen? Het vullen van de 10 buizen met alle kabels en leidingen duurt nog tot volgend jaar zomer. Het is midden in de nacht en bij Leiden-Zuid wordt gewerkt aan het laatste deel van de nieuwe A44. Deze weg wordt verbreed van 2x2 naar 2x4 rijstroken. In de vorige aflevering lieten we je zien dat het beton voor de pijlers van de nieuwe A44 werd gestort. En vannacht worden op die pijlers de liggers voor het nieuwe brugdek geplaatst. Nou klinkt dat vrij simpel, hè? We gaan liggers plaatsen. Wat wegen die liggers? Die liggers wegen 75 ton, dus dat is 75.000 kilo. Per stuk? Per stuk. En hoeveel doe je er? We doen er vandaag 9. Nou, die komen vanaf de fabriek in Friesland. Maar terwijl jullie hier vanavond bezig zijn... Zijn ze onderweg hierheen en we hebben 9 vrachten onderweg. Die komen exact op tijd, komen hier aan, zodat wij ze op tijd kunnen plaatsen. Oh, maar dat moet ook maar goed gaan onderweg. Geen lekke banden krijgen, dan nee, hebben we een probleem. Nee, maar serieus toch? Ja, absoluut. Maar zij weten in Friesland van oké, als we nu gaan rijden, dan zijn we 2 uur onderweg en dan zijn we precies op tijd in Leiden om die dingen te plaatsen. We hebben een heel schema voor wanneer we de kraan op gaan stellen, wanneer de eerste wagens moeten komen. Hoe lang we bezig zijn met plaatsen. De liggers zijn 34 meter. De wagens dat zijn speciale transporten. Die hebben een voorwagen en een dolly, zoals ze dat noemen. Over de snelweg gaat dat goed rechtdoor. En het laatste stukje, als het echt bochtig wordt,
kunnen ze de dolly nog achter ook besturen en dan kunnen ze exact onder de kraan komen. Het gaat vannacht om het laatste stuk van de nieuwe A44. Het weggedeelte over de N206 in de richting van Amsterdam. De betonnen liggers van 75.000 kilo worden door een kraan omhoog gehesen. Bovenop de pijlers zitten twee mannen die ervoor zorgen dat de liggers op exact de goede plek terechtkomen. Hey, nou sta jij hierboven. Dat ding weegt 75.000 kilo. 77 ton. 77.000 kilo. 77.000 kilo. Ja, correct. Wat doe jij hier dan nog? Want het is gemeten, die ding is precies op de millimeter, klopt dat? Ja. Wat kun jij doen met 77 ton? Nou, we laten hem aankomen, zoals je zag. Ja? En dan hang je boven zijn plek en dan laten wij hem afzakken. En zodra die net aan ligt, dus dan is hij misschien 1 ton kwijt. En dan kunnen wij nog, zeg maar, omdat hij nog zweeft, zoals wij dat noemen, kan je hem nog afstellen. Maar hij ligt er dus heel licht, heel licht op, zeg waardoor maar. Het gewicht net iets afneemt. Juist, net iets afneemt, waardoor je dus wel dat ding blijft leren, de bal ook blijft leren. Maar dat je nog wel kan, op maat kan zetten, zeg maar. Want ik zag jou met zo'n koevoet. Ik denk, joh, hoe doe je dat dan? Nou ja, die zetten we er dus voor, zeg maar, om zo te doen dat hij precies goed ligt. En hij doet hetzelfde aan de andere kant, zeg maar, met de koevoet. Ja. En dan weten we even, oké, dit is goed. En dan laten we eerst 30 ton eruit zakken. Dan kunnen we in principe niks meer met de balk, want dat is veel te zwaar natuurlijk. En dan kijken we hoe die ligt. En als hij dan goed ligt, dan zeggen we, Ruud, laat maar helemaal afzakken. En dan zakt hij af naar nul en dan ligt hij op zijn plek en dan is het klaar. Gek, oh, de volgende gaat alweer. Jij moet naar je plek natuurlijk. Ik ga naar mijn plek. Zo, gevaarlijk werk, hè, of niet? Het valt me mee. Oh, het valt me mee. Ja, jij bent gewend natuurlijk. Als je weet wat je doet en je aan de veiligheidsregels houdt, dan moet je wel even maar goed opgelet houden. Ja, wat doe jij hier ter plekke? De balk eigenlijk op maat leggen. Dus de kraan brengt hem zo dicht mogelijk als mogelijk in de buurt eigenlijk. En wij doen de laatste maatvoering doen we eigenlijk met de koevoet of met de hand, dus die laatste paar centimeters. We hebben van tevoren overal alle rubbers opgeplakt. Waar de balk op komen te rusten. Vervolgens zetten wij eigenlijk een markering op de pijler om die aangeeft waar de balk eigenlijk komen. Oh ja, dat zijn eigenlijk gewoon vier van die hoekjes. Oh ja, dus dat hoekje van die balk die moet precies boven dat hoe zeg je dat? Dat puntje vallen. Dat is een streven, ja. Weet je wat ik trouwens wel zit te denken? Dit, hè? Want jullie hebben nu die delen neergelegd. Dit is gisteren gedaan dan, hè? Ja. Waarom zit dit niet aan elkaar? Want waarom zit hier zo'n gleuf in? We zijn nu hebben we de balken gemonteerd. Deze gleuf die hebben we afgedicht. Dan gaan we dadelijk de buisjes. Er zitten hier onder, nou, bijna een meter zitten de buizen in de liggers. Die gaan we verbinden. Dan gaan we staalkabels doorheen doen. Oh, dus zijn die een hele voor? Dek, heel breedte staalkabels. Dan vullen we alle voegen met beton tot bovenkant. En dan gaan we die staalkabels opspannen. En dan is heel dek zit aan elkaar. En waar zitten die staalkabels dan aan vast? Want die komen ergens vandaan, toch? Die zitten op het einde, bij de randligger, zitten ze vastgespannen. En daar zit zeg maar een kopplaat op. En zodat aan de andere kant los kunnen... ook, dat ze niet loskomen. Die storten we weer in. En dan zit die helemaal verbonden met elkaar. Deze nacht zijn de laatste 9 liggers van het nieuwe brugdek over de N206 geplaatst. En dit is hoe het er bij daglicht uitziet. Het voorste gedeelte van de snelweg A44 dat je hier ziet is nu nog twee richtingsverkeer, maar dat worden later de 4 rijstroken in de richting van Den Haag. Op het nieuw aangelegde deel daarachter komen straks 2 rijstroken richting Amsterdam en de afslag naar Katwijk. Vanaf eind augustus kunnen we van dit nieuwste stuk A44 gebruik maken. Even verderop, aan de Tjalmaweg, gaan de werkzaamheden ook door. De Tjalmaweg, ofwel de N206 tussen Leiden en Katwijk, wordt verbreed van 2x1 naar 2x2 rijstroken en wordt deels verdiept aangelegd.
Nou Martin, hier gaat het ook eindelijk gebeuren. Hier gaat het gebeuren, ja, klopt. Ja, jullie zijn al een tijdje bezig, toch? Ook ja, op deze locatie. Ja, ja, best wel. Nou is dit altijd een enorm drukke weg. Ja, nee, klopt. En zo zie je hier ook. Nu zie je het ook. Maar jullie gaan anderhalf jaar lang aan deze weg werken. Ja. Dat gaat natuurlijk best veel betekenen voor de mensen die hier dagelijks gebruik van maken. Ja, zeker weten. Nee, het is voor ons ook een heel groot project. Die 2x1 rijstroker, dat wordt natuurlijk straks 2x2. Echt een enorme kuip komt hier te liggen. Ja, verdiept, hè? Deels verdiept. Juist, ja. Ja, inderdaad. Dat zorgt natuurlijk ervoor dat hier deze N206, daar is hier geen ruimte meer voor. Die verdwijnt gaat weg. Dus eigenlijk. Okay. Volledig. En daardoor kunnen wij dus een complete bouwkuip aanbrengen. Bij het maken van deze bouwkuip wordt een bijzondere methode gebruikt. Eerst worden langs de verdiepte ligging van de Tjalmaweg damwanden geplaatst om het grondwater van de zijkanten tegen te houden. Om ervoor te zorgen dat er ook van onderaf geen grondwater de verdiepte ligging inkomt, wordt er gel geïnjecteerd in de bodem. Dat gebeurt door duizenden van deze slangetjes. Die gel wordt hard en vormt een laag in de bodem waardoor er een waterdichte kuip ontstaat. Die wordt uitgegraven en bedekt met een eveneens waterdichte folie. Dat is best wel een bijzondere constructie, ook om aan te leggen, toch? Want dat kan niet in stukjes. Dat moet in één keer door. Het moet één doorgaand iets zijn om natuurlijk waterdicht te kunnen maken, even logischerwijs. Tuurlijk kun je dat ook lassen, alleen dat wil je zo min mogelijk. En daardoor wil je eigenlijk het hele tracé werken als van treintje van Leiden naar Katwijk. En dat zorgt ervoor dat we geen verkeer in de bouwkuip kunnen hebben. Daarom is er een tijdelijke weg aangelegd direct naast de huidige N206 om voor een goede doorstroming van het verkeer te zorgen. Het fundament van deze tijdelijke weg zie je hier al liggen en er zijn inmiddels delen geasfalteerd. Hierbij is stil asfalt gebruikt om de geluidsoverlast voor de bewoners in de directe omgeving te beperken. Ook worden er geluidsschermen geplaatst en wordt de maximumsnelheid op dit traject verlaagd van 80 naar 50 km per uur. Maar er gebeurt meer. Ook dit viaduct over de Tjalmaweg zal moeten worden gesloopt om de bouwkuip te kunnen realiseren. Omdat dit viaduct veel wordt gebruikt door fietsers en voetgangers, wordt ter vervanging ervan een tijdelijke voetgangersbrug geplaatst, waar vandaag de laatste hand aan wordt gelegd. Dit is de fundering voor de brug straks. Oh, hier komt de voetgangersbrug op? Ja, het onderstel wat je ook aan de overkant hebt gezien en daar is hij al samengesteld, maar wat hier ook nog ligt. Oh. Dat plaatsen we dinsdag en dan lassen we hem onderaan compleet af. En daar komt dan straks de brug op te liggen. Maar dit is plat. Ja. En dat zijn ze nu ook plat aan het maken, zodat het erop kan en vast. Juist. Waarom zit dat ding er nu op dan? Want dat had je er net zo goed niet op hoeven maken. Nou ja, die is gebruikt om de palen rechtstandig in de grond te kunnen trillen. Dus bij het intrillen van deze buispalen. Oh, daar had je dat voor nodig? Ja. Oh. Maar hoe kom je dan op die brug? Aan de achterzijde bij deze drie buispalen komt een trapopgang, wordt er gebouwd. En daar, daarmee kunnen de voetgangers de brug opkomen. Door middel van een fietsschoot kun je je fiets ook nog meenemen naar de andere zijde. Oh joh, dus daarom heet het een voetgangersbrug. Ja, klopt. Want ik dacht, dit ziet er, hier kun je lekker fietsen. Dus eigenlijk loop je naar boven. Ja, en je blijft ook boven lopen is de bedoeling. Oh ja? Want ik wou zeggen, daar kun je even lekker doortrappen. Ja, nee, het is geen racebaan. Dus, Maar dat gaat iedereen doen, Martin. Dat zou jij zelf ook doen. Ja, ik ga er niet op politie bij staan, maar het is niet de bedoeling. Dus, Waar koop je zo'n brug? Wat wij gedaan hebben... Is dit een bouwpakket? Of hoe, Ja, je moet zo zien. We hebben vaker zulke soort projecten. En we hebben deze brug, die komt nieuw uit de fabriek uit Oostenrijk. Die wordt dan hier voor de eerste keer ingezet. En straks dan wordt die weer gedemonteerd en dan kan die op een ander project weer zijn dienst doen. Maar is dat eigenlijk zeg maar dat je bouwers die speciaal voor jullie of is dit gewoon een soort catalogus waar je kan samenstellen en dat wil ik hebben? Juist, het is een soort een standaard bouwpakket. Wat kost zo'n brug? Nou, je kan er een flink vrijstaand huis verkopen in deze omgeving. Oh, in deze omgeving zelfs? Ja. Ja. Maar noem eens een bedrag. Voor mij zit hij rond 4-5 ton. 5 ton voor een half miljoen voor een voetgangersbrug? Ja. Maar ja, het is ook wel een belangrijke verbinding voor veel mensen natuurlijk om van die kant naar deze kant te komen. Daarom. En dan is dit de meest interessante oplossing. Hey, weet je wat mij opviel? Ja. Deze brug is veel smaller dan waar die op moet komen, toch? Of is dat gezichtsbedrog? Ja, dat heb je heel goed gezien. Dat is wel grappig om te vertellen. Hij,
Het is zo, deze brug, dit deel komt boven een bouwkoop te liggen. En in principe moet je het zo zien, incidenteel kunnen we voor de bouwwerkzaamheden eronder, zouden we de brug kunnen verschuiven over de balk die je daarboven ziet liggen. Zodat wij ook gewoon in vrije hoogte kunnen bouwen. Dus als er een stelling of iets dergelijks onder moet staan, of een kraan onder moet staan, dan kunnen we dus in een nachtafsluiting, zouden we hem kunnen verschuiven weer. En dan kunnen wij vrij bouwen. Oh, dit is ook nog een... Ik dacht, misschien is het wel gezichtsbedrog, maar dit nee, is... goed gezien. Ik kan zo bij ons aan de slag. Wil jij mijn programma dan een keer doen? Doe jij de volgende aflevering? Oh, dat zie ik eigenlijk niet zo zitten. Nee. Nou, je mag deze aflevering even afkondigen dan. Ja? Ja, dan kun je even oefenen. Hoe doe je zoiets? Ja, probeer maar wat. Hoe zou je het zelf doen? Nou, daar kijken. Oh, ja, zeker weten. Dit was het einde van het mooie verhaal over deze tijdelijke voetgangersbrug. Ja, en dat is het. Bedankt, Ja, jij bedankt. Johan. Ja. Martin, ja. Tot de volgende keer. Ja, zeker weten. Hoi. Hoi. Vanaf 1 augustus rijdt het verkeer over de verplaatste Tjalmaweg. De verwachting is dat we eind 2022 van de vernieuwde Tjalmaweg gebruik kunnen maken. Wil je meer informatie over het grootste infrastructuurproject van de provincie Zuid-Holland of eerdere afleveringen van de Rijnlandroute terugkijken? Kijk dan op omroepwest.nl/Rijnlandroute.